jongens, ik ben Dennis, aka Denneske, en vandaag hebben jullie weer een nieuwe video. En in de video van vandaag wil ik het met jullie hebben over een mogelijke serie op mijn kanaal. En dat is Chaos Mode of Modern Warfare 3. En heel veel mensen kennen deze game mode eigenlijk niet, omdat het onderdeel is van de DLC. Je moet dit eens kopen voordat je het überhaupt kan spelen. En verder zie je ook niemand dit uploaden. En daarom leek het mij wel leuk om juist dit als een serie te doen. En dan gewoon proberen om op elke map bijvoorbeeld 20 miljoen punten te halen. Dus hier ziet op deze map heb ik 15 miljoen punten. Dit is de kleinste map. En daar heb ik dus 15 miljoen punten. Dus 20 miljoen op die andere mappen is misschien best moeilijk. Ik weet het niet, misschien is het juist heel makkelijk. Maar ik heb het heel weinig gespeeld. Dus laten we eerst proberen 20 miljoen te halen. En dan bijvoorbeeld ooit overstressen naar 15 miljoen of zo, weet ik veel wat. Maar in ieder geval, dat leek me een leuk idee om als serie te doen. En zoals je ziet, er zijn maar 4 mappen. Dus het is eigenlijk enorm kort. Dus mocht het heel kort zijn, dan kunnen we bijvoorbeeld daarna overswitchen naar een andere game mode. En dat is Survival. En Survival is ongeveer hetzelfde. Het is dus allebei een soort van Survival game mode. Vrij logisch, want dit is Survival. Maar dit is volgens mij echt beest. Dat andere gaat echt om punten. Maar hierbij kan ik dus ook proberen. Hier heb ik bijvoorbeeld wave 25. Kan ik bijvoorbeeld zeggen, proberen wave 30 te halen. Ik weet niet of 25 veel is of 30. Dat moeten we dus allemaal nog even uitzoeken. Maar zo zouden we dus kunnen doen. Maar mij lijkt het leukste om eerst die chaos te proberen. En dan bijvoorbeeld die survival te doen. Dus ik zou zeggen, laat in de comments achter wat jullie van dit idee vinden. Ik ga sowieso nou chaos. Ik ga nou even de chaos spelen. Zodat jullie kunnen zien wat het precies is en wat het inhoudt. En hopelijk vinden jullie het leuk. In ieder geval, het is een soort van survival mode, zoals ik net al zei. En het is enorm fast paced. Je hebt constant actie. En ik denk dat het daarom erg leuk is om te zien. Dus we gaan gewoon beginnen. Het is lang geleden voor mij dat ik dit heb gespeeld. Want dit was Modern Warfare 3 natuurlijk. En daarna kwam nog Black Ops 2. En nu zitten we op Call of Duty Ghosts. Dus het is sowieso al 2 jaar geleden. En ik heb dit sowieso ook heel weinig gespeeld. Want ik was persoonlijk meer van de multiplayer als van dit soort dingen. Maar aangezien niemand het speelt, is het misschien daarom juist zo heel erg leuk om te doen. Dus we spelen nu op Resistance. Resistance is op zich best wel een geinige map. Dus ik ben benieuwd. Het idee hierbij is volgens mij ook, je moet een soort van keer bonus, die moet je hoog houden. En je hebt een timer. Zeg maar, die timer, die 2 minuten, als die afgelopen is, dan ga je eigenlijk af. Tenzij je een keer bonus hebt. En het is misschien heel moeilijk uit te leggen zo. Ik ga sowieso eerst spelen. En dan is het makkelijker om te laten zien, zeg maar. Dan kun je misschien begrijpen wat het precies is. Want zo met je lullen, dat is ook een beetje onduidelijk natuurlijk. En in ieder geval, je kunt die keer bonus, zoals je ziet, die kun je hoog houden door wapens op te pakken, tags op te pakken, kills te maken. Eigenlijk alles te doen wat je zo'n beetje ziet in het spel. En behalve dan gewoon zilo's rondrennen, daar krijg je natuurlijk geen punten voor. Maar kills maken, dingen oppakken, al is het maar gewoon een hit krijgen met een stun. Want je hoeft niet per se kills te maken, je hoeft gewoon hits te krijgen. En bijvoorbeeld wapens zoals dit. Dit is een van de beste wat ik me nog kon herinneren. Dit ding is echt fucking badass. En je kunt ook andere bonussen oppakken, freeze bonus. Dat loopt, oh nee, ik wil zeggen, dat loopt al een juggernaut. Je krijgt ook allemaal perks zoals je kan zien. Dat last stand, je hebt er allemaal, je hebt heel veel verschillende shit. Gewoon te veel om op te noemen. Je moet maar gewoon allemaal kijken en gokken wat je denkt dat het is. Wat ik nou doe, moet je dus eigenlijk niet doen. En dat is gewoon als een mogol doorheen lopen. Want je denkt, ah, je kunt keiveel hits krijgen. Maar ondertussen schiet heel je armor weg. En die armor heb je eigenlijk op het einde wel nodig. Dus waarschijnlijk dat ik nou ook niet heel ver ga komen. Maar voor de volgende episodes, als dit dus een leuk idee is. Dan gaan we gewoon proberen echt serieus ver te komen. Dan gaan we gewoon oefenen met deze shit. Dus we hebben al bijna een keer bonus van 100. We moeten gewoon een keer bonus van 1000 hebben of zo. Volgens mij heb ik dat nog nooit gehaald, dat is wel heel erg hoog. Want dadelijk komen dus ook allemaal helikopters en juggernauts en zo. Die enemies worden steeds sterker, dat ik me kan herinneren. Dus dan kun je ook niet zo snel meer de kills maken. En dan hebben ze jou ook sneller als jij hun hebt, zo'n beetje. En deze dingen die kun je ook makkelijk oppakken, dat is handig. Dat is voor het geval, als jij geen enemies tegenkomt, dan kun je die freeze bonus inkallen, zeg maar. En dan gaat die timer even niet omlaag. En die timer bedoel ik niet, ik bedoel die keer bonus. Die gaat dan niet omlaag. En multikill. Oh, moeilijk. Multikill. Awesome. Echt, die mensen hebben allemaal rennen wapens. Oh shit. Dat is ook niet handig. Moet ik wel mee oppassen. Ik sta er echt precies tussenin. Dus het is echt fucking stupid. De juggernauts. Als die daar ook de enige zijn die over zijn. Dan heb je echt een probleem. Zie je? Ja, ik ben nou al bijna dood gaan, man. Oh nee, ik heb nog armor. Ik dacht even dat mijn armor al weg was. Dan moet je echt mee oppassen. De juggernauts moet je echt dood hebben. Daar krijg je volgens mij armor voor die juggernauts. Nee, 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 nee. Oh, dat was een close call. Zag die. Holy shit, dat was echt close. Dan moet ik hier doorheen, want ik kan die sentry oppakken, dat is altijd handig. Schiet, sentry! Als je dit! Oh shit. Heb ik die freeze bonus? Nee, ik heb die toch niet ingekant. Wel, ik kan niet zeggen dat ik hem zie staan. Normaal gezien is dat wel zijn rechts zo. Die sentry helpt ook mee, volgens mij. Oké, okay, quad kill. Hij is aan het laden, dan kan ik gewoon het easy kill. Oké, mooi. Die rode dingen, dat is armor. Dat gaan we nog herinneren. Die heb je echt nodig. Oh, ik ben hier echt volgens mij heel slecht in, want ik heb nu pas 5 punten. Ik heb het idee dat het heel weinig is. En dat ik al bijna dood ben, dat is het probleem. We gaan sowieso proberen deze episode 10 miljoen punten te halen. Dat is eigenlijk een beetje mijn doel, want ik ben hier niet goed in, zoals jullie weten.
En we moeten ergens beginnen natuurlijk. Dus we beginnen denk ik bij de 10 miljoen of zo. Maar ik denk dat 20 miljoen een mooi getal is om naartoe te werken. Omdat ik dat nog niet eerder heb gehaald. Ik heb ook eigenlijk normaal alleen op één map gespeeld zo'n beetje. En dat was op Dome volgens mij. En die wapen is bijna leeg. Oh shit. Snel, stun! Oh, die stunts kunnen soms echt redden als je snel even die stun gooit. Het probleem is, ze gaan hier gelijk af. Oh shit, ik ben nou al down. Ja, dat bedoel ik. Ik heb helemaal niet in de gaten dat ik down ben. Als je overeind wil, dan moet je gewoon eventjes een kill maken. En fuck. Hij ligt op de grond. Zo irritant. Oh yes, we hebben 10 miljoen. Yes! Misschien is 20 miljoen niet heel veel. Ik weet het niet, maar ik ben nog wel één keer down gegaan. Ik kan natuurlijk niet eeuwig down blijven gaan. Ik had het wel een ding opgepakt dat ik dacht weer down kon, last standing. Dit ding is ook fucking awesome. Dit heb ik met de twee best, ja ongeveer beste wapens. Omdat ze snel laden, veel ammo hebben, sterk zijn. En misschien moeten we naar de 25. 25 miljoen is een mooier getal, dus misschien dat we dat gaan proberen. Maar ik heb nog sowieso 20 miljoen gehaald. Dat ga ik niet verwachten dat ik dat nou haal. Maar gewoon als principe, 25 miljoen is wel een mooier getal. Dus misschien dat we dat doen. En ik kom er nou achter mijn armor al die tijd weg is. Dus ik ga nou dood. Ik moet even redden. Oh shit, ik heb geen stuns ook niet. Dan krijg je wel een probleem. Oh, we hebben grenade launchers. Holy shit, grenade launchers. Awesome. Nee, ik heb maar twee. Ik had verwacht dat ik er meer had. Nee. Als je in last stand bent, dan moet je dus overeind komen door dus inderdaad die kills te maken. Ik hoor dat freeze ding. Dat ding is super awesome. Nee, ga weg. Uit beeld. Oh, ik krijg wel armor. Dat is wel beter. Ik doe dit heel eventjes om nog te gaan rennen voor mijn leven. Ik ga eventjes rennen voor mijn leven. Misschien niet zo slim, maar ik had het idee dat net die freeze bonus ook weg ging rennen, dus... Oh shit, mijn armor is nou al weg! Nee, shit. Ik wil eigenlijk even claimers en zo neerzetten, dat is wel handig, maar... Oh shit, nee, 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 nee! Ik weet niet of ik nog heel veel dingen heb. Maak alsjeblieft een grenade kill. Zeg alsjeblieft dat hier een wapen boven ligt. Oh mijn god, ik zie nog mensen ook! Nee. Ik heb C4's en zo, maar... Nee, dit is fucked up, man. Zeg alsjeblieft, hits, hits, hits! Oh, mooi, 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 mooi. Oké, wat is dat wapen? Wapens oppakken, dat telt ook mee, hè? We zitten op 16. Die C4's moet ik eigenlijk gebruiken voor het juggernaut. Alleen ik heb geen tijd om C4's te gooien, dat is het probleem. Als je dit met twee man doet, is het eigenlijk iets makkelijker. Want ik kan wel met twee man. Oh shit. Ik weet niet waar ik allemaal... Ik zie gewoon niet waar ik heen loop. Pak, pak, pak dan! Nee! Hij pakte niet! Nee, hij pakte dat ding niet op! Oh shit, 17 miljoen. Nou, voor de eerste poging is dat best wel netjes. Ik denk dus dat 20 miljoen misschien iets te makkelijk is. Dat we sowieso moeten proberen voor de volgende keer 15 miljoen te halen. Maar in ieder geval, je ziet 5,5 minuten bezig. Nou, ik dacht echt dat ik gewoon sowieso een half uur bezig was. Omdat het zo full, full pace, zou ik zeggen. Nee, zo action pace is. Dat je echt zoveel actie hebt. Daarom is het denk ik echt iets leuks om te uploaden. Dus in ieder geval, ik hoop dat het leuk vond. Laat een like achter. En ik dacht eraan van laten we proberen bij de 500 likes... Dat ik een nieuwe episode ga doen. Dat we gewoon verder gaan met dit. En meestal zeg ik bij het begin van... bij bijvoorbeeld 555 likes of zo. Dan ga ik verder met deze serie. En dan krijg ik met één video 555 likes. En de volgende episodes of zo. Dan krijg ik met 200 likes. Of ja, 200 meestal. En dan gaan we gewoon proberen nou bij elke episode 500 likes. En ik denk dat het moet kunnen. Ik heb bijna 18.000 abonnees. Dat is al fucking veel van het Nederlands kanaal. Of in ieder geval van het Nederlands Call of Duty kanaal. In ieder geval, daar ben ik jullie sowieso allemaal enorm dankbaar voor. Dat is sowieso. Dat moet je niet vergeten. Maar ik zou het wel gewoon graag zien dat jullie ook liken. Zodat ik ook echt weet dat jullie het leuk vinden. En als jullie leuke ideeën hebben, ook altijd achter kunnen laten in de comments. In ieder geval, ik zou zeggen tot de volgende keer. En houden we.